dat het het mooiste moment van mijn carrière is. En ja, ik ga dat nooit kunnen overtreffen. Ik mag nog zoveel koersen winnen als ik wil. Ik heb gelukkig gouden bandjes op mijn trui en een gouden fiets. Dus dat herinnert mij elke dag aan het feit dat ik Olympisch kampioen ben geworden in Rio. De ochtend van de race was heel vroeg opstaan. Ook iets anders de omstandigheden dan we gewend zijn hier. Dan met de bus naar start gaan en vrij relaxed aan de start kunnen komen. Daar was het toch redelijk hectisch. Ik herinner nog dat we gewoon aan het strand gewoon ons onbekleed hebben en dan vrij zenuwachtig nog een toilet gaan zoeken. Om dan toch vrij relaxed nog te kunnen starten. Het gevoel als je over de streep rijdt is een magisch gevoel, denk ik. Omdat, ik had ook een beetje de achtergrond van mijn vader dat aan de Olympische Spelen was geweest. En ja, bij mij was dat altijd zoiets, de Olympische Spelen. Dat is magnifiek om mee te maken. Ik had het dan één keer meegemaakt in Londen. En dan nog een tweede keer mogen meemaken en dan winnen met goud naar huis mogen komen. Ja, dat was echt een superieur gevoel, denk ik. En ja, dat is moeilijk te beschrijven, maar op die moment besefte ik wel dat ik iets speciaals had gerealiseerd in mijn carrière. We zijn iets gaan eten in Rio zelf. Voor mij was dat een ideaal diner. Niet uitbundig, maar wel beseffen dat we iets belangrijk hadden gedaan, iets historisch hadden geschreven. En voor mij was dat een perfecte avond om af te sluiten. Het was ook de eerste dag van de Olympische Spelen. Dat maakt het ook altijd wel iets specialer. En ja, het was een goede start, denk ik, voor België.